Ted van Leeuwen, toen mijn collega vanmorgen aan trainer Alfred Schreuder vroeg waar Castaños was, want hij ontbrak op de training. Toen zei Schreuder, daar gaat Ted van Leeuwen een mededeling over doen. Hoe luidt die mededeling? Nou, ik was niet van plan er een mededeling over te doen. Ik weet niet waar Luc op dit moment is, maar we hebben Luc toestemming gegeven om een transfer af te handelen. En dat betekent dus dat hij gewoon niet meer terugkomt op de training? Nee, dat betekent dat hij de kans heeft een transfer af te ronden. Als dat niet lukt, dan komt hij weer terug. Maar we gaan er wel vanuit dat het lukt en dan zou hij niet meer terugkomen inderdaad. Dat betekent dus dat er op dit moment een club concrete belangstelling heeft en dat er onderhandeld kan worden? Er wordt onderhandeld, inderdaad. Om welke club gaat dat? Dat is aan de club om bekend te maken. Binnenlandse of buitenlandse club, kunt u daar wat over zeggen? Ja, dat zou ik wel, maar dat doe ik niet. Ik doe geen mededelingen over tot het rond is. Als Castaños vertrekt, dan heeft dat natuurlijk nog wel wat gevolgen voor Twente. Want met Oosterwijk, die vanuit Jong FC Twente overkomt, en Burver, die op dit moment geblesseerd is, is de spoeling wat dun aan het worden. Zou een transfer van Luc Castaños alleen betekenen dat de vervelende financiële positie van FC Twente wat wordt opgevrolijkt? Of betekent het ook dat er voor FC Twente ruimte komt om zelf weer investeringen te doen? Ja, het betekent het allebei een beetje, ja. We moeten een bepaald bedrag halen, dat weet iedereen. Zowel in transferopbrengst als vermindering van salarisuitgaven. Dus ja. Is FC Twente zelf al rond met die club? Wij zijn er in principe wel uit, ja. Dus u verwacht binnen enkele dagen eigenlijk gewoon dat er positief bericht komt over Luc Castaños, dat hij dus naar een andere club gaat? Ja, en het is aan u om te beoordelen of dat positief of negatief is. Maar dat er rook uit de schoorsteen komt, dat verwachten we wel, ja. Maar hoe vindt u dat zelf? Luc Castaños is toch de spits van de afgelopen jaren geweest bij FC Twente. Die gaat nu weg. Wat vindt u daarvan? Ja, Luc is gewoon een hartstikke goede speler. Twente heeft een heleboel goede spelers. Ik raak daar nooit van in de war. Het is dit jaar, door de financiële situatie, moet het een beetje geforceerd. Maar in principe zijn we in Nederland natuurlijk zo afhankelijk van het kopen, ontwikkelen en verkopen van spelers, dat het eigenlijk een normale cyclus is. En we hebben grote schaduwlijsten. Nou, zolang je die hebt, is er eigenlijk niks aan de hand. Nee, maar als je een leek bent en naar FC Twente kijkt en u bent hier nu een paar weken bezig, dan zou je kunnen afvragen, waar bent u de afgelopen weken druk mee geweest? Want er is nog weinig beweging. Ja, maar dat ligt niet aan Twente. Dat ligt aan het feit dat de window gewoon niet bewoog. Hè, er waren geen transfers. Daar kun je als individuele club, behalve als je heel groot bent, kun je daar weinig invloed op uitoefenen. Dus die clubs die zijn nu allemaal weer begonnen. Je ziet het overal, hè, de transfers beginnen. En daar moesten wij op wachten. Hoe moeilijk is het voor u om binnen de huidige ruimte die FC Twente financieel heeft op zoek te gaan naar bijvoorbeeld een goede opvolger voor Luc Castaños? Nou, Twente is van toen ze bij mij kwamen, hebben ze gewoon de situatie uitgelegd. Dat was ook een reden waarom ze bij mij kwamen, zeiden ze erbij. Dus daar moet ik niet over klagen, dat is gewoon zo. En daar moeten we mee omgaan. En dat is alles. Maar het lijstje ligt klaar, zoals dat eigenlijk altijd gaat bij clubs. Die zeggen altijd, er ligt een lijstje klaar. Je maakt ook wel eens mee dat dat dan uiteindelijk toch nog een beetje tegenvalt. Zijn die spelers haalbaar voor Twente? Nou ja, je maakt die lijstjes op basis van haalbaarheid. En als het heel lang duurt, dan willen die lijstjes nog wel eens verdampen. Want dan gaan die spelers ergens anders naartoe. Maar scouten is een permanent proces. En we hebben altijd een lijst voor iedere positie, voor iedere speler. Dus ik ben er nooit van in de war. Ik ben nu een paar weken bezig hier bij FC Twente. Wat is uw eerste indruk? Ja, geweldige club. Grote club. Iedereen is geschokt en begaan door wat er nu aan de hand is. Maar dit proces heeft zich op vele plaatsen elders ook afgespeeld. En ja, dat krijgen we wel weer recht. Ja, u schrikt niet zo gauw, hè? U bent bij Vitesse geweest bijvoorbeeld. Ja, en? Nou ja, daar was het toch ook vaak onrustig. Ja, dat was, nou ja, wat dat betreft is het een oase van rust hier vergeleken met Arnhem, ja. Vanmorgen was de eerste training. Daar werd door mensen nog misschien een beetje sceptisch naar gekeken. Wat gaat daar gebeuren? Gaan supporters zich melden? Gaan ze
protesteren. Bijvoorbeeld tegen Alfred Schreuder. Over wie supportersgroepen zeggen van... ja, die zou geen trainer meer van FC Twente moeten zijn. Eigenlijk is alles vanmorgen heel rustig verlopen. Ja, en waarom zou het niet? Alfred is een uitstekende trainer. Past uitstekend bij FC Twente. En ja, iedereen weet het. Dus mij verrast het eigenlijk niks. Heeft dat ook nog een beetje te maken met die brief die onlangs is uitgegaan vanuit het bestuur van FC Twente naar de supportersgroepen? Laten we de kalmte bewaren? Nou ja, dat zou je aan de supporters moeten vragen. Daar kan ik niet inkijken. Maar ik ben hier eigenlijk voor technische zaken. En van al die andere dingen, daar weet ik niet al te veel. Dat is ook een beetje een voordeel als je in het buitenland was op het moment dat het zo roerig was. Ik heb dat allemaal van heel ver meegekregen en draag dat dus ook wat minder mee. Nou bent u van de technische zaken, dus ook bent u er voor de trainer. Lucas Stanjos gaat vertrekken. Wat vindt Alfred Schreuder er zelf van? Kunt u zeggen, u moet het aan hem vragen. Maar is het zo dat jullie daar onderling uit gaan komen? Of geeft dat een lastige positie voor u? Nee, totaal niet. We doen alles in overleg. Ook onze technische staf weet heel goed hoe de situatie is. En de situatie is dat we moeten verkopen totdat we een bepaald bedrag bereikt hebben. Dat is... Ja, daar kun je lang en breed over verzeuren en praten, maar het is een feit en dat hebben we geaccepteerd en dus gaan we ermee om. Nou gaat het nu vooral over Lucas Stanjos, maar Andreas Bjelland is ook een speler voor wie clubs of een club in ieder geval in Engeland geïnteresseerd zou zijn. Is het nog steeds zo dat elke speler van FC Twente te koop is? Als je dat zo zegt, dan lijkt het of je spelers verhandelt. Op de eerste plaats bepaalt de speler zelf of die wil gaan en waarheen die wil gaan. Op de tweede plaats is het zo dat op het moment dat we dat bedrag behaald hebben en het niet meer hoeft, dan hoeft het ook niet meer. Maar FC Twente staat in principe open voor een bod op welke speler dan ook. Ja, maar niet alleen FC Twente. Alle clubs in Nederland bevinden zich in zo'n positie. Ik kan me voorstellen als je technisch directeur bent bij Ajax dat je het wat makkelijker hebt. Ik denk het niet eigenlijk. Je hebt een wat andere omgeving waar je mee te maken hebt. En de kleinste club in de Premier League die heeft meer geld dan de totale eredivisie uit de televisiegelden. Nou, daarmee is de Nederlandse positie duidelijk. Laatste vraag. Nou, zijn supporters zijn heel ontevreden over FC Twente. Hebben geen zin meer in het seizoen zelfs, hebben ze gezegd. Wat kunt u tegen die supporters zeggen waardoor ze misschien wat meer trek krijgen om naar het stadion te komen tijdens de eerste wedstrijd? Nou, op dit moment is er nog geen speler aangetrokken. Op het moment dat dat gebeurd is, moeten we de vraag nog een keer stellen. Ja, maar u heeft die lijstjes liggen, dus u kunt daar op zich, nou ja, misschien toch wel een klein beetje. Als u die lijstjes ziet en denkt van, nou ja, dat zou de mogelijkheid kunnen zijn. Kunt u zeggen, het komt goed? Tuurlijk komt het goed. Alles komt goed.